Een stuk lekker als je hier komt. Ja, dan kom je natuurlijk om te winnen tegen je oude club. En ja, dan is het natuurlijk hartstikke mooi dat het gelukt is. Wat was het voor een wedstrijd? Ja, ik denk dat we vandaag wederom wat moeite hadden met het spel van dit keer de Graafschap. En dat ze de Graafschap kon toch redelijk vaak voetballen en vrije man op middenveld vinden. Maar ik denk wel dat we echt qua grote kansen niet heel veel weg hebben gegeven. En de ballen die we onderscheppen, ja, dan komen we af en toe vliegen ze vlug uit met onze aanvallers. En ja, dan zie je ook dat we de beste kansen creëren en ook zo heel gevaarlijk worden. Ja, want jij wist natuurlijk als geen ander wat je hier kon verwachten. Ja, natuurlijk is het gewoon oppassen voor het, vooral voor het eerste, voor het begin van de wedstrijd. En daar komen we redelijk doorheen, denk ik. En als je over de wedstrijd kijkt, hebben we ook niet heel veel grote kansen weggegeven, denk ik. Maar en dan gelukkig zelf met de omschakeling en met standsituaties zijn we dit jaar heel vaak gevaarlijk geweest. En ook, ook vandaag weer. Is het uiteindelijk dan een lesje effectiviteit voor de Graafschap? Ja, misschien wel. Ik denk als je kijkt naar het veldspel, was die van de Graafschap misschien beter. Als je kijkt naar de gecreëerde kansen en de effectiviteit inderdaad, dan daarop winnen wij die wedstrijd. Maakt dat dan misschien ook het verschil tussen de koploper, echt de titelfavoriet NEC en de Graafschap dan? Ja, misschien wel. Als je naar vandaag kijkt, dan denk ik wel. Want wat betekent dit? Jullie nemen afstand met 9 punten nu, het verschil met de Graafschap al. Ja, klopt. We hebben nu een moeilijk schema. Nu vandaag met de Graafschap dan en met de Jong Ajax en Telstar de komende wedstrijden. Dus we wisten van tevoren dat we daar echt een gat kunnen gaan slaan en een afstand kunnen creëren. Dat hebben we vandaag in ieder geval gedaan en nu moeten we dat doorpakken richting de komende wedstrijden. Hoe was het voor jou eigenlijk om terug te keren op de Vijverberg? Ja, het blijft toch speciaal. Voor mij de eerste keer natuurlijk dat ik hier terugkom. Dan is het natuurlijk altijd heel mooi als je hier aankomt. Het voelt toch heel vertrouwd en je komt er heel veel bekenden tegen. En dan is het natuurlijk speciaal om dan hier te mogen voetballen. Liep je wel naar de goede kleedkamer? Die vraag kreeg ik net ook al, maar dat gelukkig wel. Hele familie van de Pavel, volgens mij uitgebreid op de tribune met 20 man. Zelfs familie uit Zwitserland overgekomen voor jou? Ja, klopt. Dat is hartstikke leuk. Dat geeft aan dat we een leuke, hechte familie hebben. En, die wedstrijd vandaag had iedereen natuurlijk al voor het seizoen aangekruist. En dan is het natuurlijk ook hartstikke mooi dat er zoveel vrienden en familie aanwezig is. En dan maakt het ook wel lekker dat we dan winnen. Toch denk ik dat jij hoopt dat jullie beide promoveren natuurlijk. Ja, tuurlijk. Als wij kampioen worden, dan hoop ik dat de Graafschap via de nakomtjes promoveert. Ja, want die afstand hebben jullie nu wel genomen natuurlijk. De Graafschap ga je niet meer zien misschien in de titelstrijd. Nou ja, ik denk dat dat iets te voorbarig is. Maar we hebben in ieder geval een goed gat geslagen. En wat ik zeg, de komende wedstrijden zijn ook belangrijk en cruciaal voor ons. Om echt alles afstand te nemen van ook andere ploegen. En daar moeten we ons nu op gaan focussen.